Op advies van het OKB, dat is het onafhankelijk kiesbureau, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vanmorgen ongeveer 200.000 foutief gedrukte stembiljetten vernietigd. Dit gebeurde ook onder toezicht van het Korps Politie Suriname op Marina Durga. Het ministerie heeft op verzoek van politieke organisaties besloten om de stembiljetten voor de Nationale Assemblée en de resortraad van de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini te corrigeren. Op de stembiljetten van Paramaribo, Wanica en Sipaliwini komt de politieke partij SDU niet voor met het juiste partijlogo. Dit is vrijdag gecorrigeerd. In een ander geval komt een assembleekandidaat van de HVB dubbel voor op het stembiljet. En dit kon worden rechtgetrokken voordat de stembiljetten werden gedrukt. De laatste correctie ging om vervanging van een foto van een NPS-kandidaat in het district Marowijne. De partij had namelijk voor een mannelijk assembleekandidaat een foto van een vrouw aangeleverd.